Wij zijn door het Masbos, een beetje rare kronkel, langs Rijsbergen in Zundert terechtgekomen. Zundert naar Achtmaal gegaan. Achtmaal zijn wij blijven hangen, wij, een groep mensen. En wij waren met buren uit de straat en nog een paar kennissen met een 20, 25 bekenden, laat ik het zo zeggen, bij elkaar. Maar op die boerderij kwamen we terecht met 130, en mag er één meer of minder, 130 mensen. Die moesten ondergebracht worden, is het mei, de koeien staan buiten, het paard kan buiten staan. In de koeienstal, in de paardenstal werd een heleboel stro weggelegd en daar moest je maar gaan liggen. Dat was het. En er was één pomp op het erf en daar moest je met z'n allen maar, ja, er ging een grote ton water uithalen om je een beetje te wassen en te doen. Maar er ontstond al vrij snel een huishoudelijke dienst. 1, 2, 3 mannen, vrouwen die de kar gingen trekken. Vrouwen die gingen voedsel was er nog genoeg natuurlijk, dat is helemaal nog geen tekort. Die gingen aardappelen schillen en groenten schoonmaken en er werd een varken geslacht of weet ik wat er precies gebeurd is. Maar er kwam vlees en we gingen eten. Wij liepen nu tussen Rijsbergen en Zundert en de Fransen die waren op dat moment komende richting Breda. Want die zouden Breda, rond Breda zou die linie komen te liggen. Daarom werd Breda ook geëvacueerd, want dat was bedoeld om daar een goed front te vormen. En de Duitse vliegtuigen die kwamen over en die beschoten die Franse troepen. En nou, we hebben tussen Rijsbergen en Zundert misschien wel 10 keer in de berm, in de sloot of achter een muurtje of waar dan ook gelegen. Als er weer vliegtuigen kwamen, dan was die weg in één keer schoon. Al die mensen die gingen, ja, ik heb daar niet met angst in de broek of weet ik het wat gelopen. En ja, er werd wel geschoten en ik heb ook 1 of 2 doden in de sloot zien liggen of aan de kant van de weg zien liggen die dan toch vrij gauw weer weggehaald werden. Dus ik heb niet zo verschrikkelijk veel, niemand van ons denk ik hoor, zoveel meegekregen van het geweld dat er was. Maar er was geweld langs die weg, ja.